Ik heb veel mensen gezien. Je komt het niet veel tegen. Dus maar als het er is, dan is het meestal ook wel heel serieus en heeft het hele forse gevolgen. Als je kijkt naar de jongere mensen die gaan dementeren, is het echt niet wekelijks dat je daarmee te maken hebt als huisarts. Maar ik denk in de afgelopen jaren dat ik toch zeker een keer of vijf zo met mensen aan de tafel heb gezeten waar uiteindelijk dan toch een diagnose dementie uitrolt. De onzekerheid en de angst die het voor de mensen betekent die het meemaken. Dat ze merken dat als ik het heel gewoon formuleer, dat hun hersens niet meer zo goed functioneren. Ja, als ik kijk naar die mensen die zeg maar, bij mij in de praktijk komen, zie ik vaak dat in eerste instantie zeg maar, meer de mantelzorger komt. De partner of kinderen die zich zorgen maken en die gaan merken van vader of moeder gaat zich echt anders gedragen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook iemand gehad die echt veel meer met psychische klachten kwam. Dingen die niet meer goed gingen op zijn werk, dingen die niet meer kon bolwerken. En als ik naar één specifieke casus kijk, dan was dat een man die met name echt heel veel problemen had met woordvinden. Dus echt in de spraak ging vastlopen. En als ik kijk naar het traject wat wij dan toen zijn ingestart, zeg maar als huisarts, ja, toen zijn we echt niet meteen gaan denken aan dementie. Het liep op zijn werk niet goed, het klonk als een burn-out verhaal. Dus is er eigenlijk in eerste instantie een traject op het werk opgestart. En dus meer in de psychologische kant. En vervolgens toen die woordvindstoornissen meer naar de voorgrond kwamen, is ook de neuroloog betrokken geraakt. En eigenlijk pas in een fase later kwamen er duidelijkere geheugenproblemen bij. En toen is pas echt gaan denken aan richting dementie, aan Alzheimer. Ja. Meestal dan merk je, wij zien natuurlijk heel veel mensen die overspannen of burn-out zijn en daar kun je ook wel een achteruitgang van je cognitieve vermogen, zoals het dan met een moeilijk woord heet, dat je moeilijker kunt denken en onthouden en dat je concentratie moeilijker is. Ja. Maar soms merk je dan van hé, het klopt niet. Het klopt niet. En ik heb daar wel uit geleerd als bedrijfsarts dat je toch, ook al komt het niet veel voor, dat je er toch alert op moet zijn. Ik heb een aantal jaren geleden, ik denk een jaar of 10 geleden, kwam bij mij een hele sportieve, frisse, jonge een docent van een jaar of 40 binnen. Ja. Waarvan je denkt, van nou, die heeft het allemaal prima voor elkaar. Ja. Maar die toch vertelde juist die dingen rond vergeetachtigheid, concentratie, dat hij af en toe niet op namen kon komen. Dat hij voor de klas stond en zich heel onzeker voelde, niet meer wist wat hij moest presenteren. En daar hebben wij samen, en die had in de familie, daar kwam Parkinson en Alzheimer meer voor. Okay. Er stond, dus we waren alert. Ja. En als ik nu kijk, van we zijn nu 10, 15 jaar verder. Gelukkig kan die meneer nog werken, maar we hebben wel de werkbelasting moeten aanpassen, moeten zorgen dat hij maatregelen trof in de zin van geheugensteuntjes en niet de moeilijkste klasse. Hij is aan het werk kunnen blijven, maar we hebben dat echt wel moeten aanpassen. En we zijn er bij hem op tijd bij geweest. Ja, als iemand echt met meer depressieve klachten bij mij komt, denk ik meestal niet meteen als eerste aan dementie. Dat is gewoon niet zo. Pas als er echt problemen daarnaast gaan ontstaan of je krijgt kleine signalen als van god, dingen lopen anders thuis of dingen waar altijd interesse in geweest is en nu helemaal niet, kan natuurlijk bij een depressie passen, maar kan natuurlijk ook door veranderingen in het geheugen bij dementie echt spelen. Dan merk ik dat ik wel makkelijker en zeker op basis van signalen van de omgeving ga verwijzen naar de POH en dan verwijs ik meestal naar de POH S van somatiek, omdat die ook wat meer getraind is op het afnemen van geheugentesten enzovoort. Vaak de patiënt ook al kent bijvoorbeeld vanuit een controle van bloeddruk of dat soort dingen. Dus het is een lagere drempel om iemand naartoe te sturen en toch eens even een gevoel te krijgen van hey, hoe kijkt zij daar tegenaan? Hoe kent zij de patiënt? Vindt zij hem ook anders, ja of nee? En dat kan zijn ook in een manier van praten, ergens omheen praten, met confabuleren. Maar het kan ook gewoon zijn een hele houding of gewoon echt het verhaal wat er inhoudelijk verteld wordt. Ja, eigenlijk als je vanuit zeg maar, de diagnose en een eerste gesprek met de POH somatiek kijkt, ja, dan koppelt ze altijd met mij haar bevindingen terug en ga je eigenlijk van daaruit meer terugkoppelen natuurlijk aan patiënt en eventueel partner om te kijken van nou, wat
wat denken we en hoe gaan we dan verder? En gaat het over een jonger iemand, ja, dan blijft iemand niet meteen bij mij in de praktijk, maar dan volgt er ook vervolgonderzoek in het ziekenhuis. En dat is vaak toch of ja, meestal een verwijzing richting de neuroloog om verder onderzoek te doen, zodat je echt ook een diagnose duidelijk hebt. Dan wordt er vaak een stuk begeleiding vanuit het ziekenhuis opgestart. En daarnaast proberen wij toch een lijntje te houden, een beetje afhankelijk waar ook de behoefte ligt van de patiënt. Nou, ik denk zelf dat bij de begeleiding van mensen met dit type klachten, ja, met de ernst van dit type klachten, dat de partner, /mantelzorger, eigenlijk altijd betrokken moet zijn. En eigenlijk naar mijn idee ook wordt. Ja. Als ik terugkijk van naar mijn cliënten met dit type klachten, eigenlijk komen ze altijd met z'n tweeën. Ja. Ja. En die zie je ook met z'n tweeën. En de partner kan vaak ook heel goed vertellen van wat hij merkt. En dat is echt van grote toegevoegde waarde. En ook om samen te bespreken, ja, van wat kunnen de consequenties zijn. En, ja, en het is natuurlijk voorstelbaar dat de cliënt ook niet goed kan onthouden wat je in zo'n gesprek hebt besproken. Dus het is altijd goed, ja, dat de partner meekomt. Want twee weten meer dan één, zeggen ze dan altijd. Ja, ja, ja. De verdenking op dementie, het uiten daarvan van de verdenking, dat is natuurlijk voor een arts al een moeilijke keuze. Want de cliënten schrikken daarvan. Mm-hmm. Maar soms moet het wel. Ja. Dat heb ik er wel uit geleerd. Dat het uitstellen en het niet benoemen vaak niet de goede oplossing is. Ik denk als je kijkt naar de jongere mensen die gaan dementeren, dat we vaak later een diagnose gaan stellen, omdat je toch gewoon minder verwacht. Vaak meer in de richting van werkgerelateerde problematiek, dus wat meer toch in psychische overvraging gaat denken. Ik merk aan mezelf dat zeker als mensen eromheen signalen neerleggen van het gaat anders, het gaat ook anders in huis, dat je dan vaak pas gaat doorpakken en gaat denken van hey, er is iets meer of er is iets anders aan de hand. Ik merk wel, en dat is natuurlijk met allerlei ziekten, naarmate dat je er meer mee te maken krijgt, ga je er ook eerder aan denken. Dus in die zin denk ik wel dat ik er misschien net iets eerder aan denk dan een ander. Maar het blijft zoeken en het blijft een lastig iets. Ja.